Meanwhile schilderboom, die komt zo slecht op. En de sprut is vreemd nabins op. Mijn vrouw stond deun en mijn sloot schraalde. Als het deur gaat, dan wordt dat een strop. Maar mijn toentje, ja mijn toentje, ja die mis ik nooit geen. Dit is altijd die wereldzie voor mij. Mijn wijk schilderboom, die komt zo slecht op. En de sprut is vreemd nabins op. Wat is mooier als een oeske met een mooi lapke grond? Wat is beter als kunstmest? Ja, dat weet niet, dat stront. Van een peer of een kou, wie mijn old ook de beer. En als we omsteen, ja, dat zong weer mooi. Vandaag ben ik de fysiotherapeut geweest. En die zei dat ik stukjes moest wandelen. Maar graven vond hij geen goed idee. Maar daar heb ik wel een oplossing voor gevonden. Ik heb Jacqueline bij me. Hallo Jacqueline. En ik heb Wilma bij me. Dus hun gaan graven en ik ga filmen. En voor de rest begeleid ik het gewoon een beetje. Zo ben ik toch nog een beetje bezig met de hobby. En heb ik goed publiek bij me. Lekker bezig. Nou, wel verdraaid nog aan toe. Jacqueline, een tweeling en wat vinden we allebei? Ik zit in een gat, jij zit in een gat. En we vinden allebei een stukje van een lepel. Nou, zeg. Welke is het mooist? Oh, die eeuwige... Nou, ongelooflijk. Nou, dit is echt heel bizar hoor. De eeuwige wedstrijd. Nou, allebei de eerste vondst is een achterkant van een lepel. Nou, echt bizar. Nou, een stukje lood. Wilma is weer driftig aan het graven. Ik zie de afdruk al. Dat we... of niet? Ja, ik denk dat het of van een potje of van het vondst is. Dat ziet er wel uit als een afdruk. Ik zie het al. En ik zie wat verkleuring. Een brasje of iets. Ja. Tenminste. Ja. Kijk. Een haarklip of een bros. Ja. Leuk. Moet jij even een Jacqueline brengen? Hartstikke leuk. Ja, een haarklip of een brosje. Zie je, ik zei toch dat wat in je gat zat? Ik heb nog wat, wacht even hoor. Een muntje. Muntje? Ja. Kijk eens. Wil? Ja? Jacqueline heeft de eerste zilveren munt. Viva! Jawel. Dat is je eerste zilveren munt. Wauw. Ja, dat is geluk. Nee joh! Ja! Kijk. Oh my goodness! Oh my god! Oh. Ik zat hier aan het randje. Eerste zilveren kwartje of dubbeltje? Oh, dubbeltje. Leuk. Willem, Wilhelmina. Heb jij ook alleen Wilma? Juliana? Nee. Ik heb bijna bezig. Dit is. Alexander? Nee. Beatrix? Wilhelmina. Wilhelmina? Oh, leuk. Wat leuk man! Zilvertje! Dit is voor jou. Nice. Ik ga nu verder met mijn kleintje. Leuk. Jacqueline, ik heb die baantje zo lang. Ja. Nou, mijn eerste zilveren munt. Ja, maar vergeet deze niet, want die is hartstikke leuk ook. Dat is een Z-letter. Wat is dat, een Z-letter? Nou, vroeger werd er niet getypt en vroeger werd er niet geschreven. Maar er werd een krantje gedrukt met allemaal aparte letters. Oh. En als er geen letter op staat, is het een spatie. Ja. En als er wel een letter op staat, dan is het een letter. Nee, er staat geen letter op. Oh. Tenminste, ik kijk naar dat groefje. Hier zit een groefje, hè? Wat is ja? Dat dan? Dat is om hem te plaatsen in de rek. Ja, dat is ooit een knoop geweest. Een hele grote zelfs. Ja, dat zag ik. Maar er is niet zoveel meer van over. Denk ik. Wat heb je? Ik denk of het is een hanger of het is een... Ik dacht een hondenpenning, maar er staat een afbeelding op. Dit is een heilighanger. Dat dus is geen een hondenpenning. Dat is van een akker. Was naar je gefloten? Als je in het dorp loopt en dan loop je zo en dan hoor je... Nee, valt mee.
Nee? Nee. Nou, krijg je een fluitje, kan je terugfluiten. Jacqueline heeft een treuursfluitje gevonden. Grappig. Ik zal even je pinpoint eruit zetten, dan maakt de metaaldetector niet zoveel herrie. Die werd gebruikt op de fluiten? Ja, nou ja, zo? Kijk, nee. Dat is het oogje waar hij aan hing, aan een touwtje. Oh. En dit is de achterkant en de voorkant is er vanaf. Ik zie het, hier zie je de halve stukje nog. Ja, wat grappig. Ik heb er thuis en die werkt nog. Hij is wel een beetje poreus al. Dus als je het helpt even onthouden, thuis heb ik er een die doet het nog. Oké. Laat ik het even zien. Is goed. In de tas maar? Ja. Okay. We pikten toch nog weer een duitje tussenuit. Ja, geweldig. Helemaal rot. Niks meer van te zien. Nee, dat niet. Nee. Jacqueline, een mooi zilvertje en ik. Oh, je bent niet jaloers. Nee hoor. Een duitje. Hoe zeggen ze dat altijd? Als je voor een dubbeltje geboren bent, zou je naar een kwartje worden. Zoetje. Het is natuurlijk wel hartstikke leuk dat die twee meiden voor me willen graven. En zo kan ik ze ook een beetje, hoe zeg je dat? Assistentie verlenen. Maar ik vind het toch ook wel vervelend dat ik niet zelf kan zwaaien hoor. Maar ja, ik loop nog steeds als een oude bejaarde. En ik moet het maar niet doen. Goed kijken naar de grond. Je kan aan de grond al zien waar het gezeten heeft. Ja, maar ik zie nog niks. Wacht even. Ander kluitje. Ja. Zo. Breek je hem door midden. Oh, weer een meter zeker. Nee. We zullen lekker af, Wil. Kun je mijn fluitje nog zien? Wil je mijn fluitje zien? Is dat? Uilenbal. Oh, wat leuk, een uilenbal. Kijk, weet je wat het leuke is? Ik weet niet of jullie het weten. Zij is toch nog aan het graven. En iemand die je ziet graven, dat is hartstikke interessant. Maar we willen natuurlijk de vondsten zien. Kijk, een uilenbal. En als je die uilenbal een beetje openmaakt, wash your hands after. Kijk, dan zie je hier allemaal kleine botjes en dingetjes zitten. Dat heeft die uil opgegeten. Kijk hier, nageltjes van een muis. Zie je dat? Soms, als je grote uilenballen hebt, dan zitten dus hele schedeltjes in. Hier nog een tandje van een knaagdier. Nou, deze keer zitten er geen schedeltjes in, maar soms zitten er zelfs schedeltjes in. Ja, dit was mijn vond. Nou, gaan we even terug naar Wilma. Dag uilenbal. Ik denk een soort van sleuteltje of zo. Dat is een vork. Echt? Ja. Nee joh. Wel joh. Echt? Ja. Och verrek, ik zie het. Een vork, Mimichi. Waar heeft Jacqueline nou gevonden? Een trailleursfluitje. Nou, echt niet. Wat heb je? Een lepel. Het is vandaag lepeldag, want ik heb al zoveel lepels opgegraven. Vreselijk. En ik dacht een poppenoog, maar ik zie geen. Nee, het is een kleiknikker. Oh. En waarom is het een kleiknikker? Omdat hij van klei gemaakt is. En daar knikkerden ze vroeger mee? Ja. Alsjeblieft, lepeltje. Een lepeltje. Check voor de zekerheid toch nog altijd even het gat. Ja. En Wilma pakt er nog een duitje uit. Ja, het is vandaag lepelsdag en kale duitendag. Ja. Maar we geven niet op. Ik ga nog even bij Jacqueline kijken. Kijk die Jacqueline eens even. Ja. Die haalt er even een ketting uit. Even een mooie. Mooie ketting, ja. Mooie halsketting. Ja, prachtig. In de put. In de put een bit. Het is best warm nog, hè? Nou. Dat kan ik wel zeggen, ja. Ah. Dus, gordijnring. Nou, dan hebben we goede gordijnen aan gehangen dan. Nou, inderdaad. Kunnen ze wat om een gewone ring van maken. Hé, hey, sussies. Dit was hem weer, hè? We hebben lekker gezocht. We hebben lekker gevonden. En de credits van deze video gaan naar jullie. Want ik heb eigenlijk alleen maar de camera vastgehouden. Ook heel belangrijk. Ook heel belangrijk. Maar zoeken is wel leuker.
dat is zeker leuk. Maar... Wilma wat meer vondsten, maar Jacqueline weer de zilver. Ja, zilveren munt. De zilver, het fluitje. Ja, het fluitje. Ik ben heel benieuwd naar de heilige hanger. Ja. Hoe die eruit gaat zien als die schoon is. Ja. Oké. Okay. Maar ja, goed, nou ja, jij hebt zilver. De mensen weten dat al. Want in het filmpje komt hij al schoongemaakt voorbij. Oh, echt? Dus jij weet het nu nog niet, maar de mensen die nu kijken, die weten het al. Oh ja, dat is waar. Bedankt voor het kijken. Vonden jullie de video nou leuk? Vergeet dan niet een duimpje omhoog te doen. De dames zijn het... Vergeet dan niet een duimpje omhoog te doen. En te abonneren. En weten jullie het nut van het belletje? Weten jullie het nut van het belletje van YouTube? Dat is om te abonneren. Maar het geeft volgens mij ook een melding wanneer er een nieuw filmpje online staat. Ja, als je het belletje indrukt, dan hoef je niet meer op te letten. Dan krijg je gewoon een melding als er een nieuwe video online is. Dus abonneren, belletje, duimpje omhoog. En meer hoef je niet te doen.